Climate Booster maakt jouw bestaande radiatoren geschikt voor lage temperatuurverwarming. He, op het moment dat jij met bestaande radiatoren je aanvoertemperatuur verlaagt, betekent dat dat enorme consequenties heeft op jouw afgiftevermogen. Climate Booster lost het probleem op om op lage stookline te gaan verwarmen. Het zorgt er namelijk voor dat jouw vermogen van je radiator met 50 tot 80% doet toenemen. En stel dat je nou naar de warmtepomp overgaat en je gaat je temperatuur verlagen, gaat dat leiden tot een comfortprobleem. Nou, en als je dat dus compenseren kan met die 50 tot 80% toename aan vermogen, maakt dat jouw bestaande radiator geschikt voor de toekomstige warmtepomp. Als bonus kan Climate Booster ook koelen. He, normaal gesproken kun je met radiatoren niet koelen, he, of het afgiftevermogen voor koelen is te laag. Nou, pas je nou Climate Booster toe, dan forceer je toch een luchtconvectie en met als gevolg dat je per strekkende meter gemiddeld 400 watt koelvermogen hebt. En dat is datgene waarom Climate Booster noodzakelijk is voor de toekomstige warmtepomp.